Hallo Schorpioen, leuk dat je kijkt naar deze Astro Tarot voorspelling voor april 2016. Vorige maand in maart heb ik een algemene voorspelling gedaan voor alle sterrenbeelden tegelijk. En heb ik ook iedereen gevraagd om reacties te geven. Wat ze nou eigenlijk het leukst vonden of het prettigst vonden of waar ze nou het meeste aan hadden. En op basis daarvan heb ik nou dus een nieuwe opzet voor deze filmpjes. De Astro Tarot voorspelling. Die gaat in ieder geval weer per sterrenbeeld. Dus in dit geval dus voor jou de schorpioen. En dan ga ik dadelijk 3 kaarten trekken uit de Rider Waite Tarot. En de eerste kaart zal iets zeggen over de algemene tendens wat je de komende maand mag verwachten. De tweede kaart zegt iets over liefde en relatie voor jou als schorpioen in april. En de derde zegt iets over werk, carrière, studie voor jou in april. Dus dat is de nieuwe opzet en ik hoop dat je er iets aan hebt en dat het je kan helpen goed de komende maand in te gaan. Nou, de eerste kaart wat ik net al zei gaat dus over de algemene tendens voor 2016. April natuurlijk 2016. En dat is de 2 van bokalen. En deze geeft aan dat je wel wat meer je gevoel mag delen met anderen de komende maand. En dat je niet alles alleen hoeft te verwerken, niet alles alleen hoeft te regelen, de verantwoordelijkheid voor hoeft te nemen. Het is goed voor jou om dingen te delen, zeker met de mensen, vrienden of vriendinnen of familieleden die je vertrouwt. Want gevoelsmatig heb je nogal het een en ander voor je kiezen gehad. En dan is het goed dat je dat toch op tijd ook de ruimte geeft. En blijkbaar is het in april heel erg van belang dat je dat doet. Het helpt jou namelijk weer zelf in balans te komen. En dan wordt het gevoelsmatig ook minder zwaar. Een minder drukkend iets op je schouders. Dus algemene tendens voor jou als schorpioen. Deel wat meer je gevoel. Deel wat meer je emoties. Zowel de positieve als de wat minder prettige. En dan kun je alles wat dat betreft halen uit april 2016. Nou, de tweede kaart gaat over relaties en over de liefde. En dat is de 3 van bokalen. Nou, die volgt eigenlijk die vorige kaart op. En heeft ook weer alles met gevoel te maken. Het is belangrijk dat je dus ook in je relatie meer je gevoel gaat delen. En niet alleen dat. Het is ook belangrijk dat je wat meer plezier gaat beleven aan je partner. Zeker als je een vaste relatie hebt. Dan is het goed om meer tijd met elkaar door te brengen. En ook meer serieuze, echte gesprekken met elkaar te hebben. Waardoor je de mogelijkheid krijgt om de gevoelens te laten stromen. Om gevoelens tot uiting te brengen. Dus het is heel erg belangrijk dat je daar dus de ruimte voor creëert in april. En dat je vooral ook weer leert genieten van elkaar. Dat je ook weer de leuke en plezierige dingen weer ziet van elkaar. Want dan kan het gewoon een hele prettige, plezierige, maar ook diepgaande emotionele maand worden voor jou op dit vlak. Ben je nog single? Dan is de kans groot dat je tijdens een feestelijke gebeurtenis of tijdens een evenement of op een feestje of wat dan ook waar het gezellig en feestelijk is, dat je daar iemand tegenkomt. Maar ook dan is het belangrijk dat je ook wat van jezelf laat zien. Dat je je niet afsluit of dat je maar alleen de kat uit de boom krijgt. Kijk, laat ook zien wie je bent, wat je in huis hebt en hoe je gevoelsmatig in het leven staat. Want alleen dan is de kans aanwezig dat het ook daadwerkelijk iets kan worden met deze persoon. Dus je hebt altijd natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid en hoe je er zelf mee omgaat. Alleen deze kaart zegt wel van er zitten hele mooie mogelijkheden qua liefde en relatie in april, mits jij jezelf daar ook meer voor openstelt en ook weer wat meer gaat genieten van en met elkaar. Nou, dan hebben we tot slot natuurlijk nog de kaart voor werk en carrière. Nou, dat is ook weer een bokale kaart. Dus het, je bent ook een waterteken als schorpioen zijnde. Dus gevoel en emotie, dat hoort ook echt bij jou. Maar nou staat er dus een bokale aas, het symbool voor de maand april voor jou voor werk, studie en carrière. En dat wil wel zeggen dat er een nieuw begin aan zit te komen op dit vlak. En wat voor een soort nieuw begin? Ja, je krijgt er toch een ander gevoel bij je werk. Of je krijgt de kans om iets te gaan doen wat beter bij jouzelf en jouw gevoel past.
Of je gaat jezelf gewoon veel beter voelen in je studie. Of veel beter voelen in jouw werk. Of in de dingen die je doet. Het kan ook zijn dat je op werkgebied ergens in teleurgesteld wordt. Maar dat helpt jou dan meteen ook wel weer om te kunnen zien van ja, oké, waar zou dan verandering in moeten komen? Wat zou ik kunnen doen om nog meer op mijn plek te kunnen komen, waar ik me helemaal volledig tot mijn recht voel komen? Dus in die zin, brengt deze kaart een nieuw begin. En dat je vooral de kans krijgt om je ergens beter in je vel te voelen, een beter gevoel bij te krijgen. En nogmaals, het is aan jou of je dat aangrijpt, of je daar ook in meegaat. Voor jou is gewoon het allerbelangrijkste dat je gevoelsmatig goed in je vel zit. En je hebt dat meer in de hand komende maand dan je zelf wellicht denkt. Dus doe er je voordeel mee. Nou, dit was de nieuwe opzet van de Astro Tarot voorspelling voor jou als schorpioen voor april 2016. Vind je dit leuk? Nou, dan zie ik dat natuurlijk graag met een duimpje omhoog onder deze video. Of het is leuk als je je abonneert op dit YouTube kanaal. Ook zou ik het leuk vinden als je mijn Facebookpagina liked. Dan weet ik dat deze filmpjes positief ontvangen worden en ook gewaardeerd worden. Dat je er iets aan hebt. Wil je nog meer informatie over mijn praktijk in astrologie, tarot en numerologie? Wil je een keer een consult boeken? Of wil je een cursus of workshop volgen? Of een van mijn boeken bestellen? Nou, dan kun je alles terugvinden hieronder in deze gegevens, onder het filmpje. En dan hoop ik je op de een of andere manier graag een keer terug te zien. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Nogmaals hoop ik dat je er iets aan gaat hebben de komende maand. En ik zie je graag in mei weer terug bij deze Astro Tarot voorspelling. Fijne dag nog en tot ziens. Doei!